bij mij op mijn kanaal. En vandaag gaan we weer een Diamond Art Club unboxing doen. En deze is niet van mij. Deze is van Sylvana. Hoi! Deze hebben we al een keer unboxed. Vorig jaar ergens. Volgens mij als allereerste. Als allereerste ooit. Dus dat is ruim een jaar geleden. Maar we waren niet tevreden over die unboxing. Dus die zouden we nog een keer overdoen. Nou, en die keer, die kwam maar niet. Maar hij is er nu. Dus het plastic is er wel af en af. Wij hebben hem al gezien. Maar alsnog willen we hem jullie niet ontnemen. Als je een soortje een getrappel hoort en zo. Loki die wil precies nu gaan spelen. Dus dat is wat je hoort. Het schip. Zullen we hem zo houden? Zo mooi, past bij ons. Ik heb hem niet. Nog niet. Nee. Ja, ik zou hem nog kunnen halen, maar ik heb er te veel. Zo. Oké. Zo, we gingen er heel even uit, want Sylvana werd getackled door Loki. Dus vandaar dat ook de hele camera aan het schudden was. Maar nou ja, dat dus. We gaan hem even openmaken. Zo, aangezien... Loki gaat natuurlijk net drinken. Aangezien dat wij hem al een keer uitgepakt hadden, zit de toolkit ook hierin. Normaal ligt die natuurlijk ernaast. Maar die zit nou ook hierin. Het is trouwens een hele grote painting. Dat had ik nog niet verteld. Maar dat zullen jullie zo meteen ten eerste wel zien. En ten tweede zal ik het... ben jij eruit halen? Ten tweede zal ik het laten zien. Zo. De steentjes, nou, die wegen genoeg. Stickertje. Nou, Boy die zit boven muziekjes te luisteren. Dat zal je wel horen. Dus ja, geluiden kan je allemaal horen hier. Kijk, hier is het kleine stickertje. En ik mis nog ergens de toolkit. Ah, de toolkit. Nou ja, dit is een... Heb ik nog net niet eens gezegd, maar ik zie nu aan de pinset. Dit is een vierkante kit. Staat hier ook op trouwens. Square. En er zit dus een pinset in. Een pennetje. Een bootje met tuit. Twee stukjes was. Wax. Een pennenhoudertje. En een multiplacer. Mis ik nog iets? Nee. Nee, hè? Zakjes had je gezegd. Oh ja, en zakjes. Oh, een heleboel zakjes om je steentjes in op te kitten. Een stap voor stap instructieboekje, zoals altijd. En de grote sticker. Met de naam, een start-einddatum, kun je in een logboek plakken. En hier kunnen we nog even zien hoe groot die is. Hij is 98 centimeter bij 70 centimeter. Dus het is best een flink formaatje. Niet de grootste die we hebben, maar het is wel een van de grotere. Hij heeft 65 kleurtjes. Zijn velletje is bijna vol. En hij heeft 4 AB's. AB's, Aurora Borealis. Dat zijn steentjes met een extra glimmend laagje. En deze heeft er 4. Alle nummers onder de 150 zijn AB's. Dus, dan gaan we naar de painting. Of was ik wat vergeten te zeggen? Oh, ik weet wel wat vergeten te zeggen. Het zijn allemaal losse stickertjes die je gewoon op je bakje kan plakken. En ja, ik zit maar nou wel te denken. Ze hebben maar nog 2 stickertjes over. Dus ze kunnen in principe tot 67. Maar ik zag dat ze er nu een uitbrachten met 71 kleurtjes. Dus ik ben benieuwd hoe dat sticker sheetje er dan uitziet. Misschien een extra stickervelletje? Ja, wie weet. Nou, gaat uw gang. We gaan het niet eerst omrollen. Dat kan, moet ik dat eerst doen? Oh, ik heb niet genoeg ruimte. Ja. Kijk, ik had deze hier de bovenkant nou. Dus je moet hem
Ja, klopt. Oké, nou dit is hem. We zullen hem even glad strijken. En dan... Zie je, gaat vrij snel al redelijk plat. Hoe komt hij dan? Laatste plaats. Ja, ik ga ermee beginnen. Even kijken hoe die in beeld is. Ik zal eventjes de... Onze airco heeft een tik. En die hoorde je nogal tikken, dus die heb ik even uitgezet. Airco fungeert ook als kachel. Dus, even kijken. Dit is hem dus. Even kijken dus of dat hij goed in beeld komt. Even zo. Hij past niet helemaal in beeld, dus ik schuif maar een beetje heen en weer. Maar hij is echt groot, zeg maar. Ik denk dat Sylvana al een beetje zit te kijken naar de AB's. Ik weet niet, zo zijn ze ook echt allemaal, het is echt allemaal 1, 2 en 3. Ja, dus, ik heb er dan, twee gevonden. Ja, daar gaan we zo meteen even naar kijken. Ja. We gaan nu eerst naar de steentjes. Oh, het kan wezen dat we zo meteen nog even een onderbreking doen. En dat na de onderbreking Sylvana er misschien niet meer bij is. Want we liggen te wachten op het laaien. En zodra we moeten laaien, moeten we laaien. En kunnen we niet nog even 5 of 10 minuten wachten tot wij uitgevuld zijn. Dus dan weten jullie dat vast. Hoppakee. Hou we niks er nou uit? Oh, wat erg. De dikte eruit halen vandaag. Oké. We beginnen met het nummertje 356, 995, 712, 310, keer 2, 780, 993. Hier kan ik niet zien. Kun jij dit zien? 36, 55, dat is dus overheen. Dat is niet makkelijk. 38,55. Oh ja, ik zie het nou ook. 7,83. 38,08. Keer 2. 3,34. Keer 2. Keer 3. 30,24. 9,38, 9,92, 37,55, 155, 4,13, 37,78, 33,71, keer 2, 37,60, keer 2, keer 3, 7,98, keer 2. Ja, herrie maken. Hoor je wel. Maak het allemaal meer herrie. Dat was de eerste lange lijn. Zeven negenennegentig. Keer 2. 3,17. Keer 2. 6,48. Keer 2. 38,61. Keer 2. 6,46. Keer 2. 6,47. Keer 2. 37,99. 5,97. 7,58. Keer 2. 4,33. Keer 2. 38,14. Keer 2. 6,45.
3809, 3860, 318 en 890. Nou, deze video denk ik dat die niet veel beter is als de eerste keer dat we hem opnamen. Met het verschil dat dat toen onze allereerste was en deze niet. Dus, maar jullie kennen ons inmiddels een beetje. En nou ja, misschien is het wel grappig. Dat Ja, ga jij lekker blijven huilen? Een momentje. We gaan weer verder. 640, 815, 352, 834, 436, 351, 907, 814, 904 en een AB. 129. Zie je, die glinstert net iets meer als een ander. En de volgende, 135. Deze vind ik altijd wel mooi. Ja, die vind ik ook altijd mooi. 3810, 782, 796, 905, 333, 797. Oh, deze is heel mooi. Dit is een van mijn favoriete AB's. Oranje. Ja. 7,75. En deze ook. Is ook heel mooi, zeg. 138. 37,46. 4,15. 7,28. 38,43. 3,21. 6,06. En 38,65. We gaan eventjes de steentjes weer opruimen. Kijken waar de AB's zitten. En dan zijn we weer bij jullie terug. Tot zo. Tot zo. Zo, daar zijn we weer. De ene heb ik even kijken. Ja. Die heb ik hier. De eentjes. Hier in die, zo. Ik zit me nou trouwens eens even te bedenken. Ik ben een heleboel vergeten te laten zien wat ik normaal altijd doe. Dat doe ik zo meteen wel even. Eerst even afmaken. Maar ja goed, meer ene hebben we eigenlijk niet echt kunnen vinden. Nee. Oh, hier. Oh ja, hier beeld? Ook inderdaad. In de wolken. Hier ook in de wolken. Ja. Zo zie je maar, soms vind je ineens toch nog wel... Ja, ik heb ook nog wat meer tweetjes gevonden. Nou, daar gaan we nu naartoe. Ik begin hier. Aan de zijkant. Hier, het oranje, zeg maar. Dat is die mooie oranje, hieronder. In het schip. Hier in het schip. Veel oranje hieronder. Hier. Je hebt nog meer gevonden daar in de... In de vlag. Die vlag. Dat is het oranje gedeelte van de vlag. Hier ook nog van de gedeelte vlag. Hier in de vlag. Hier zo. Hier ook wat. Hier. Hier. Nou ja, dat was hem volgens mij. Ja, dan gaan we naar de 3. Dat is de groen. Dan gaan we even een stukje die kant op, want dat zit alleen hier. Nou, hier het appeltjesgroen, zeg maar. Allemaal appeltjes groen. Dat zijn de 3 en daar heb ik er niet meer van kunnen vinden. Ik vind ook, zie ook geen andere logische plaats ervoor. Nee, dat is het land, denk ik gewoon. En dan de 4. Dat is... Dat zit hier in de lucht. Het lichte blauwe in de lucht. Het is niet het allerlichtste blauwe, want dat is de N hier. Maar heel veel in de lucht zit dus best wel wat. Dat zag ik al hier. Oeh. Dat is moeilijk te vinden in ieder geval. Ja, die kom je vanzelf tegen als je aan het painten bent. Als je kleine stukjes bij kleine stukjes doet. Verder was ik natuurlijk nog vergeten te laten zien dat zoals altijd de quote daar staat. Aan twee kanten de legends. En onderin de thumbnail met alle gegevens van de painting. De social media. En nog een kortingscode en de levenslange garantie.
Nou, dan denk ik dat het dat wel was voor deze hele rommelige unboxing. En dan ga ik het hierbij laten. Of had ik nog wat gemist? Nee, volgens mij niet. Ja. We willen nog altijd even kijken wat de plakband doet. Oh ja. Die doet niks. Ja, jawel. Nee, dus, die is goed hoor, zoals altijd. En toen bedacht ik me ineens, ja, een mooie zachte achterkant en de schelpjes waardoor ze niet gaat afrafelen. Hebben we ook. Nou, dan hebben we het echt wel gehad. Ja. Dus dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En als jullie deze video leuk vonden, ondanks dat hij heel rommelig was, geef me dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Dan word ik wat beter gevonden. Vind je dus deze video's leuk en ben je nog niet geabonneerd? Druk dan even op die rode abonneerknop. En wil je niks missen van wat ik allemaal plaats op mijn kanaal? Druk dan ook nog even op het belletje. Want dan krijg je een melding wanneer ik weer een nieuwe video plaats. Ja? Nogmaals bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Toedeledokie. Doei. Bye.